Welkom bij NL Magazine Going to the Movies. Mijn naam is Patrick van der Wijk en naast mij zit... Maurice Harout. Hallo allemaal. Wij zijn deze keer geweest naar de film Game Night. En we hebben erg gelachen weer. Hé? Hey? Jawel. Het was een leuke comedy. Ja, zeker leuk. Ging gewoon de hele tijd door. Het verhaal bleef doorgaan. Er bleven steeds leuke momenten komen. Ja. Het is niet een klassieke comedy die ik zeg, wow, die ga ik herinneren. Dat niet. Nee, je hebt wel eens, kijk, bijvoorbeeld zo'n American Pie, die had een nieuwe standaard gezet met dingen. Ja. Nou, het begon wel leuk, om een kleine inleiding te geven. Game Night is natuurlijk, het gaat om een stel en dat speelt heel veel spelletjes. Heel veel Game Nights worden geïnteresseerd door zijn vrienden. En op een gegeven moment wordt er een soort murder mystery wordt er gedaan in het echt. Ja. Wat is een RPG, een real life roleplaying game? Ja, zoiets dergelijks, ja. Zo. Met je LARP. Ja. Met je LARP, ja. Ja, inderdaad, ja. En, maar ja, wat er gebeurt is echt, of toch niet, of toch wel. Ze komen er al vrij snel achter dat het opeens weer echt is. Ja. En dan weer niet, en dan weer wel, en dan weer niet, en dan weer wel. Er zit wat wending in, dat maakt het leuk. Maar er is ook wel helemaal wat haha moment in, zou ik zeggen. Ja, echt ja, wel. En wat ik wel erg sterk vond, is dat de mensen die... Zeker omdat ze steeds zo verwarrend waren van is nou wel of niet echt. Dat was er ook wel, zeker in het begin, een hele leuke momenten. Toen kwam de ontvoering, werd er plafond op plaats. Ja. En die mensen dachten, ja, dat hoort gewoon bij. Dus je begon met te lachen. En als ondertussen een hele matpartij was, werd er gedaan die ontvoerders. Dat zag wel grappig uit. Ja, dat was heel leuk. Ja, en daarna is er ook een personage dat die speelt dan een agent. En dat is een personage die komt uit Breaking Bad, hè, die jongen. Ja, klopt. Ik weet niet of je het op opgevallen is. Ja, klopt. In het laatste seizoen. Klopt. Speelde heel goed trouwens, moet ik zeggen. Ja, echt een psycho. Echt een psycho speelde die, ja. Dus ze hadden gewoon echt... Hij was geen psycho, maar hij speelde wel psycho. Ja, dat is echt heel goed. En de rol van de hond, vooral ook heel goed. Ja. Een heel leuk hondje in. Ja, dat is echt zo. Allemaal met tafereelen. Ja. Ja, dus er zijn gewoon heel veel leuke kleine momentjes die dan... kijk, het hele verhaal was niet echt super, super intelligent. Nee, maar gewoon een leuke... Het was ook geen slapstick, zeg maar. Maar het is puur... Het is gewoon Amerikaanse humor. Wat schering en inslag is in die bioscoop. Ja, we hebben er denk ik dit jaar al een paar gezien, toch? Ja, alleen ik vond bijvoorbeeld de vorige humorfilm die we hadden gezien, die was minder goed. Dat was met die... Dat was geen haha. Nee, dus, nee, maar ik bedoel die met die... wat wel de bedoeling was met dat ze die father figures. Ja. Die vond ik een beetje... Er zaten een paar leuke... Hier zaten veel meer leuke momenten in. Ja, klopt. Dus ik vond dit een leukere film. Dus, laten we een cijfer geven. Ja. Ik ben heel benieuwd naar jou. Ik geef hem een 7. Een leuke 7. Tom. Ik geef hem een 7 min. Okay, en ik vond hem erg leuk. Vooral omdat Jason Bateman. Die vind ik altijd erg goed. Vind ik altijd erg leuk spelen. Ja. En we hebben echt wat je zegt. Haha. Dus je zit hard te lachen. Ja. Wij en de hele zaal trouwens hoor. Dus het is niet zo dat wij de enige waren. De hele zaal moesten haha lachen. Dus gewoon een leuke general speaking. Leuk film. Toe te gaan. In de bioscoop. En het is voor jullie ook. Ja, voor jullie ook. Hou je weg maar gewoon. Voor jullie ook. Ook. Prima. Doei.